Goedemiddag, lieve mensen. Ik wil eigenlijk een kleine video voor jullie maken. Ik heb daar de laatste tijd wat meer vragen over gehad. Hoe je een bepaald iemand wat meer uit je gedachten kan krijgen. Iemand die heel veel energie van je vraagt of die negatieve invloed op je heeft. En een tijdje geleden had ik al gezegd dat ik daar een video over ging maken. Ik heb daar niet helemaal de tijd voor gehad en daar wil ik nou even rustig de tijd voor maken. Ik ga je dat stap voor stap laten zien hoe ik dat doe. En dat werkt voor mij eigenlijk supergoed. Daarmee zul je deze video of deze opdracht wel vaker herhalen moeten. Maar uiteindelijk kan ik je garanderen dat het heel goed werkt. He, want we hebben allemaal wel eens last van mensen die heel veel, wat ik al zei, heel veel energie van je vragen. Die je leeg trekken of die je eigenlijk liever uit je leven wil hebben, maar je niet helemaal weet hoe dat moet. He, dan kun je met magie een heleboel. Maar ik kan je een hele simpele, als je goed kan visualiseren. Ik heb wat tekeningetjes voorbij gemaakt, maar ik kan je niet vertellen hoe ik dat doe. Nou, dan ga ik stap voor stap ga ik het rustig aan je laten uitleggen. Wat belangrijk is hierbij is dat je lekker op bed gaat liggen op je rug en je ogen eventjes helemaal sluit. En wat dan belangrijk is, dat je jezelf eventjes rustig openzet. Dus dan doe je je ogen dicht. Lig je lekker op dat bed. En voel je je bed helemaal om je heen. Dan ga je van boven naar beneden, stapsgewijs naar je tenen. Dus je begint bij je hoofd te voelen. De voor- en de achterkant. Je zakt naar je hals. Naar je schouders. Laat het rustig naar je rug. Helemaal van langs je schouders tot onderaan je rug naar je billen. Aan de voorkant ook lekker rustig alles naar beneden laten voelen. Stap voor stap voelen. Van je rechterarm helemaal tot aan je vingers. Je linkerarm helemaal tot aan je vingers. En je zult merken dat je steeds zwaarder en zwaarder in je matras gaat liggen. En dat is goed. Blijf dat volhouden. Zak lekker helemaal verder. Langs je buik. Je benen. Je knieën. Je onderbenen. En dan kom je uit bij je tenen. En dan zucht daar maar eens een keer lekker bij. En laat die zwaarte even voelen. Want dat is lekker. Want dat is jouw stukje ontspanning. Die ga je nodig hebben. Dan ga je terug naar je hoofd. En daarin ga je je een kerkerdeur visualiseren. En daar ga ik jullie een beetje mee helpen, omdat niet iedereen heel goed kan visualiseren. Heb ik hele simpele tekeningetjes voor jullie gemaakt. Je gaat je een gat maken. Deze. Zie je deze? Dit is het gat. En dit is de deur. Dan heb je die gevisualiseerd. En dan bedenk je heel goed welke persoon je daarachter kan doen. Je kan er een naam in stoppen. Maar je kan ook visualiseren op een foto. Die stop je hierin. Die naam, die foto, die doe je hierin. En vervolgens gooi je deze kerkerdeur dicht. Dat mag met een klap waar jij je eigenlijk prettig bij voelt. Gooi die kerkerdeur dicht en gooi daar sloten aan. Ik heb er hier nog maar twee. En vaak denk je, dat is nog niet genoeg, want ik wil zo iemand veel verder, zodat hij er niet meer uitkomt. Wat ik dan doe, visualiseer ik kettingen. Die zitten vast aan de muren en die kruisen elkaar in het midden. En daar hang ik een heel groot hangslot aan. Vind je dat nog niet genoeg, hang je er nog meer sloten aan. Voelt het toch niet genoeg? Zoveel sloten als dat jij je veilig bij voelt. Wat ik dan vaak nog doe, dan ga ik een muurtje metselen. Die metsel ik langs de deur heen. Gewoon net zoals iemand metselt. Metsel, metsel, metsel tot daar. En dan zit hij dus, die deur zit nog achter die gemetselde muur. Over die gemetselde muur doe ik nog een laagje stukwerk. Maak ik het heel mooi af en dicht. En dat beeld moet je heel goed gaan vasthouden. Dan zie je die gestukte muur. En daar ga je plantjes voor laten groeien. Die plantjes die kriebelen heel mooi langs die gemetselde muur op. Langs die gestukte muur. Je ziet het helemaal vol groeien. En dan ga je uitzoomen. Dan komen er allemaal bomen voor te groeien. En nog verder en nog verder. En je gaat rust in je lichaam voelen. Op een gegeven moment kijk je in een bos. En dan zie je niet meer
waar die deur zit. Want die zit helemaal veilig in jouw plekje opgesloten. En dan zul je in je lichaam voelen, in de plekken waar het pijn doet, waardoor een rust komt. Dit kun je zo vaak mogelijk herhalen als je wil. Elke keer als zo'n persoon weer lastig is voor je, of hij komt weer in gedachten, ga eventjes dat momentje pakken en ga weer dat deurtje maken. Ik kan je echt serieus vertellen dat ik op deze manier al een heleboel mensen weg heb kunnen zetten, zodat ze mij niet meer kunnen raken. Ze zullen niet letterlijk verdwijnen, maar ze verdwijnen uit jouw aura, uit jouw energie. En vertrouw daarop. Ik hoop dat jullie wat kunnen met deze video. Als je vragen hebt, je weet het, je kan altijd bij me terecht. Stel ze eronder. En ik hoop dat het jullie helpt. Fijne dag verder nog. Toedeloetjes.